kindje Vinesh Jarbanden moet dringend geopereerd worden. Dat hebben wij de vorige keer meegedeeld aan die gemeenschap en ook gezegd aan die gemeenschap dat de moeder het bedrag niet alleen kan opbrengen. We hadden een oproep gedaan aan de gemeenschap en vandaar dat wij vandaag dat gedeelte zijn dan komen doen, zodat ook de mensen die gedoneerd hebben zien dat hun donatie goed terecht komt en dat ook de gemeenschap weet wat de stand van zaken zijn. We zijn er met moeder Durga en het kindje en we beginnen dan met zo meteen met de enveloppes. Hoe is het met uw zoontje? Het gaat wel, maar hij wordt een beetje agressief door al die dingen. En lopen gaat niet zo. Hij heeft medicijnen gekregen van de dokter, dat hij een beetje afgevallen is. En dan krijgt hij wel een beetje eetlust, want anders is hij niet bereid voor het operatie. Okay. We hadden de vorige keer toen we bij u waren, mevrouw Durga, medegedeeld dat twee organisaties, wij van JPD en Prime Alert en ook nog 1 voor 12, gezamenlijk bezig zijn om geld in te samelen voor het kind. We hadden ook uw telefoonnummer en ook nog het adres meegegeven. Heeft u mensen gehad die u gecontact heeft? Hebben ze ook wat donaties gebracht? Ja, mensen hebben me gecontact. Mensen hebben ook donaties gebracht. En ik ben echt dankbaar van hun dat ze zijn geweest. Ze hebben ook melkdingen gebracht, voedsels en zo. Okay. En ze hebben ook gedoneerd. Okay. Maar het bedrag van 25.000 wat u nodig heeft, dat weet u nog niet of dat allemaal binnen is. Ik zit er hier met een aantal enveloppes en we zullen dan daarmee beginnen, zodat u zelf weet wat dan de gemeenschap gedoneerd heeft. Dit is een bedrag, eerste bedrag van 5000 SRD. De naam van de familie staat op de enveloppe, maar ik mag het niet opnoemen op televisie, want ze doen het uit liefde, met geheel hun hart. Het gaat om een echtpaar van de Munder. Ze zijn onlangs 50 jaar getrouwd. En toen ze uw verhaal en van uw zoontje op tv zagen, toen hebben ze me gezegd, dit geld willen zij dan doneren voor de operatie van uw zoon. Ook hun telefoonnummer staat hierop. Dus als u ze ooit persoonlijk wil bedanken, dan mag dat ook alsjeblieft. Een eerste enveloppe van 5000 SRD. Dan heb ik hier een tweede enveloppe met 5000 SRD. Dat is van de heer Rick Danai en gezin. Hij is manager van No Mercy en Triple R. In verband met de verjaardag van de heer Rick op 15 augustus. En hierop staat voor kindje met tumor, mevrouw Durga. Nogmaals, meneer Rick Danai, van harte gefeliciteerd. En ook nog heel hartelijk dank, Rick Danai en gezin, manager van No Mercy en Triple R. Van hun krijgt u ook een enveloppe met 5000 SRD, alstublieft. Hier heeft u een enveloppe van een moeder en dochter voor mevrouw Durga, ook voor uw kindje. Een moeder en dochter, ook van hun krijgt u dan de melkproducten voor uw zoon. En moeder en dochter hebben voor mevrouw Durga ook 5000 SRD gedoneerd. Alvast dus 15.000 daar. Aan mevrouw Durga voor operatie kind, tumor, 4 jaar kind. 4 collega's hebben samen geld opgehaald, mevrouw Durga. Dit is ook voor de operatie van uw kind. Namens 4 collega's een enveloppe van 1000 SRD. Dit is een gezin van Maretrette 1. Zij willen hun naam ook niet op de televisie. Zij doen dit ook geheel hun hart. Ze wensen uw zoontje alvast heel veel beterschap toe, mevrouw Durga. En zij doneren 2000 SRD, alstublieft. Dan heb ik hier anoniem verjaardag van 2 broers. Kindje van Charlesburg. Zij wensen ook anoniem te blijven. Ik moet alleen maar zeggen, verjaardag 2 broers. Kindje van Charlesburg. En zij doneren 350 SRD, alstublieft. Kindje met tumor, familie Durga.
Jules van M.I., dat is dan de naam van de persoon die gedoneerd heeft. Jules van M.I. van deze persoon krijgt u een enveloppe met 350 SRD. Dan hebben we hier de heer Roy, die doneert voor kind met tumor. De heer Roy, kind met tumor, een enveloppe met 300 SRD, alstublieft. En dan heb ik hier voor kleine jongen die tumor heeft. Dit komt van een zekere mevrouw Jagannath. Mevrouw Jagannath, voor de kleine jongen die tumor heeft, zij doneert 500 SRD, alstublieft. Dan heb ik hier, ten behoeve van het kind van mevrouw Durga, die geopereerd moet worden als een hersentumor. Dit komt van Dimpel Sukha, Ramkhelawan, Parbudeweg 14, Yarikaba Saramaka. Mensen uit Saramaka dus hebben ook gedoneerd. Dimpel Sukha, Ramkhelawan, Parbudeweg 14, Yarikaba Saramaka. Ten behoeve van het kind van mevrouw Durga die geopereerd moet worden aan een hersentumor. Deze familie doneert 500 SRD. Met deze enveloppes, mevrouw Durga, en ook wat we eerder deze week voor u hebben gebracht, heeft Jepide TBN Prime Alert, dus in feite vanuit de gemeenschap, 21.500 SRD gedoneerd. Ik hoop dat dat met de andere donaties, dus nu, toch wel voldoende is. Wilde u één voor één wat zeggen aan alle donateurs? Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik heb geen woorden voor ze. Maar ik ben echt dankbaar dat ze me hebben geholpen voor mijn jongen. Ik hoop dat iedereen voor mijn zoontje bidt en dat hij snel beter kan worden. Ja. Wanneer moet hij opgenomen worden? Hij moet 25 augustus opgenomen worden. En de dag daarop is de operatie? Nee, de volgende dag. Op 26 is de operatie. Maar omdat hij afgevallen is, hij is een beetje achteruit gegaan. Dan heeft hij medicijnen gekregen om in te nemen. Zodat hij kreeg het 9 om te braken, daarom eet hij niet. En hij heeft medicijnen gekregen, hij moet die medicijnen drinken. Dan gaat hij beter eten. En als dat niet lukt, gaat hij een neuszonde krijgen. Dus nogmaals, u bedankt al de donateurs. Had u het verwacht? Nee, ik had echt niet verwacht. En dus ik dacht echt dat de tijd echt zo te kort is. Ik had niet verwacht dat ik het in orde zou krijgen. Ik dacht dat het misschien moest verschuift worden of zo. Nee. Nou, wij zijn de donateurs ook heel erg dankbaar. Het is buiten verwachting geweest dat binnen zo'n korte tijd, u hoort het, de moeder zegt er, ze heeft er geen woorden voor, maar ze is elke donateur heel erg dankbaar dat u toch ervoor heeft gezorgd dat wij via Jepide, via Prime Alert, toch wel een bedrag van 21.500 hebben kunnen doneren aan het gezin. Onze dank is heel erg groot aan elke donateur die tijd nog moeite heeft genomen om het bedrag te brengen bij Trishul Televisie. Of dat we dat persoonlijk zijn gaan halen bij de mensen. De mensen die anoniem wensen te blijven. U weet wie u bent. Het is allemaal voor een kind van wie wij hopen dat de operatie toch een groot succes mag worden. En dat hij weer snel mag genezen. En zoals elk andere kindje toch ja, mag spelen en stout mag doen. Want op zo'n leeftijd, dat is wat ze alleen maar doen. Toch? Ja. Spelen, eten en stout doen. Hij doet wel stout, maar hij probeert wel te spelen, maar hij wordt snel moe. De enige wat is alleen op bed liggen. Hij speelt op bed, hij doet alles op bed. Dank u wel hoor. Dank u wel. Dank u wel voor alle donateurs.